Hi en superleuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. In deze video ga ik weer een stukje vloggen, zoals ik al vaker heb gedaan. Gewoon wat ik thuis doe en zo. Dat leek me wel weer gewoon leuk. En ik heb gisteren ook 2 video's opgenomen, alleen 1 heb ik er per ongeluk verwijderd. En dat is heel dom, terwijl ik het zelf best een leuke video vond. Maar ja, kan gebeuren. Oh, het lijkt echt alsof ik hier op de video heel even mijn andere hand, want het wordt echt zwaar. Alsof ik rode lippenstift op heb. Maar ik heb dus echt geen rode lippenstift op, maar echt gewoon felroze. Maar het ziet er erg raar uit. Nee, ja. Maakt niet uit, ik heb dus eigenlijk felroze lippenstift op. Ik heb dus echt iets super leuks gekocht. Ik zal het heel eventjes laten zien. En eerst een ding, ik ga het van mijn eigen geld kopen. Paardenpraat TV Fan Club. Daar ga ik dus in. En dat ga ik dan van mijn eigen geld betalen. Dus €24 in een jaar. Dat vond ik gewoon super leuk. En ik vind Paardenpraat TV zelf ook heel leuk. En ik volg het al heel lang. En ik ga ook naar het Horse Event. En dan ga ik zeker naar de meet and greet van hun. En natuurlijk hun shows kijken. Maar wat ik dus bij de Reachop heb gekocht is dit schriftje. Die was €1. Ja, ik weet dit belachelijk duur. Want je kan superveel schriftjes voor €1 krijgen. Maar ja, ik vond het gewoon een heel leuk schriftje. En ik hou echt heel erg veel van paarden. En daarvan heb ik dus hetzelfde etui. Ik heb dus een nieuwe etui bij de AliExpress gekocht. Maar ook dus nog deze. Want in die etui van AliExpress zitten allemaal potloden, pennen, lineaal schummen, al dat soort dingen. En dan ga ik hier mijn stiften en mijn potloden in doen. Ik denk alleen mijn stiften, maar hij kan dus zo open. Dus eigenlijk is het best een grote etui. Hij was normaal €10 en nu 5. Want hier kreeg ik dus 50% korting op. En trouwens, deze is nu 50 cent in plaats van €1. Want op alle schoolartikelen is nu bij de Reachop 50% korting. En deze video is ook niet gesponsord, maar ik heb het net gewoon zelf in de winkel gehaald met mijn moeder samen. En ik heb dus het allerleukste, en dat is wel ook echt al best wel lang, iets van Paardenpraat TV. Maar ik heb dus de Paardenpraat TV agenda gekocht. Die is wel €15, dus best wel prijzig. En ik heb eigenlijk al een agenda van €7,50 bij de Reachop, bij de Hema gekocht. Van het Hema eigen merk dan. Ik dacht, kan ik dan misschien ook volgend jaar een Paardenpraat TV agenda van dat jaar kopen? Alleen ik dacht, ja, dan zit je in de tweede. Misschien, ja, ik vond deze heel leuk, maar ik vond het ook vooral zonde. Want ik heb dus een Hema cadeaubon gekregen. En nu heb ik dus 2 agendas. Dus misschien als jullie een tip hebben wat ik dus met die andere agenda zou kunnen doen. Laat het dan alsjeblieft weten. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar je kan het altijd als reserve en gewoon notitie. En als hier iets niet in past, dan kan ik het gewoon daar. Maar ik hou die agendas dan wel bij elkaar. Maar ik ben natuurlijk heel blij. Maar dit zit er dus in de agenda. Ik weet niet of ik het goed film hoor. Dit is dus de agenda. Het is eigenlijk best leuk. Hier komt dan je naam. Je naam en al je dingen. En dan hier een foto en een voorwoord. En hier kun je dus je lesrooster schrijven. En allemaal foto's en spelletjes zitten erin. En allemaal leuke dingen. En ik vind het gewoon echt super leuk. Kijk, hier een foto. En er zit ook een bladzijde in. Met alle foto's. Met heel veel foto's van hun. En dit ga ik dus doen, de Paardenpraat TV Fan Club. Hier. Dus allemaal foto's van Brit. Of ja, Brit volgens mij. Ja, ik haal altijd de namen door elkaar, Brit en Escha. Maar ja, volgens mij van Brit. Maar dat is dus super leuk. En ja, Brit. Maar even kijken. Er staat dus ook. Ja, hier ben ik al geweest, maar. Oh ja, hier. Hier staat verjaardag en er staat dus ook wanneer iedereen jarig is. Dus Sparino, Joker, Brit. Alleen weet ik even niet wie Joker is. Maar volgens mij is het een hond van hen. En Cookie en Eve. Ik vind Cookie wel echt heel schattig. Want dat is namelijk een hele erg schattige Shetlander. Een kleine pony bedoel ik. Shetlander.
En Jack natuurlijk, Ezra, Buddy. Ik vind het echt heel leuk dat ze dat erin schrijven. Want dan kun je zelf ook een beetje, ja. Oh, hier staat ook van kerst en zo. Oh, december. Oh, zo leuk. Ik ben hier nog niet. Ik kijk heel goed dit boekje door. Ik ben hier dus echt heel blij mee. En hij is normaal €15, maar ik hoef maar €7,50 betalen. Want mijn moeder zei, oké, als je hem zo graag wilt, dan doen we hem gewoon door de helft. Dus dat is heel lief. En toen zeurde ik ook nog een beetje van, ja, maar ik wil ook die fanclub nu. Want als jij dan 3 keer of zo mijn zakgeld eraf haalt, dan krijg ik elke zondag €4. En als ik bij mijn vader ben, krijg ik ook nog €5. Als zakgeld dan. Maar dan kon ik dat vast kopen. Want met je krijgt dan zo'n speldje of zo, zo'n... Ja, even kijken. Dan krijg je zo'n... Eerst krijg je brons en dan zilver. Ik weet niet waar dat staat. Want ze hebben er een foto van namelijk. Hier in hun boek. Zo'n ding. En als je die hebt. En ik zou dan deze maand nog zo'n ding krijgen. En dan kun je bij het horse event. Kun je dan... voorrang krijgen. Dus dan kun je sneller. Als je een heel lange rij staat, natuurlijk, kun je gewoon sneller daar naartoe. Ik haat die honden echt. Ze blaft de hele dag. Maar dan kun je dus voor. Een beetje voorkruipen. Ja, niet voor. Maar ik weet ook niet hoe dat werkt. Maar dan kun je dus sneller bij hun komen. Dat je niet die hele rij hoeft af. En je zegt, ja, misschien is dat wel handig. Want ze zijn echt heel bekend op YouTube. Ja, maar ja. Ik moet dan gewoon heel snel bij hun zijn. En ja. Je bent er toch de hele dag, dus ik wil hem wel heel graag ontmoeten. En een leuke foto en handtekening en zo. Wat heb ik nog meer te vertellen? Even kijken, dus trouwens even mijn lievelingsijsjes laten zien. Ik hou er echt van en ze zijn nu 1+1 gratis bij Lidl. Neo-ijsjes. Maar ik heb er dus net 1 op en wij mogen een pizza halen bij de pizzeria. Hier zo. En deze ijsjes, I love. Ze zijn zo lekker. Ik laat ze wel even de verpakking zien. Even kijken. Hier zo, als het goed is. Ja, hier. Zo zien die dingen eruit. Oh, lekker papiertje eraan. Zo, die zijn dus echt super lekker. Godverdomme. En mijn honden stinken, maar we hebben... Oh, wow, ik had zo echt een heel groot hoofd. Maar we hebben dus zo'n parfum. Zo'n deo. Mijn hond stinkt dus een beetje soms. En dan doe je gewoon zo spuiten. En dan ruikt ze weer lekker. Het ziet er eigenlijk best wel zielig uit. Oh ja, ik wil heel even iets laten zien wat ik dus de eerste dag meeneem. Je hoeft nog niet alles mee te nemen. Maar ik heb dus hier een tas. Natuurlijk neem ik ook nog mijn oortjes mee. Maar die moet ik nog even zoeken. En ik neem dus nog zo'n... Ik zet jullie wel eventjes neer. Zo. Oh jeetje, jullie willen niet blijven staan. Wacht, ik zet er wel even zo'n ding. Even kijken. Zo. Ik loop dus ook niet dat jullie omvallen. Nou, ik heb hier dus deze. En dat is eigenlijk een make-up tasje. Maar ik vond hem wel leuk. Altijd handig maandverbandjes voor als iemand ongesteld is. En ja, ik moet elke dag 3 vitamintjes nemen voor rust. En voor mijn puistjes en zo moet ik 3 vitamintjes en alles innemen. En ik heb natuurlijk nog paracetamol en ibuprofen bij. Dan heb ik ook nog een deo. Dit is een kleine deo van Fa. Ik weet niet hoe die ruikt. Hij ruikt best wel lekker. En dit is trouwens de deodorant Mystic Moments. En natuurlijk inlegkuisjes voor jezelf. Dan nog, ik neem ook nog een hand sanitizer mee, maar die krijg ik nog van mijn moeder. En een handcrème, ruikt gewoon heel lekker naar vanille of zo. En dan nog een borsteltje, natuurlijk voor je haar te doen. Dit is wel met paarden erop. En die heb ik nieuw gekocht op vakantie, maar misschien een beetje kinderachtig. Maar ja, het is een borstel en... Lekker handig. En ik vind hem zelf leuk. Dus ja, wat boeit het. En dan natuurlijk nog een lipsmacker. Ik neem deze Coca-Cola lipsmacker mee. Voor als ik droge lippen heb. En natuurlijk nog een elastiekje. Voor als ik soms los haar heb. En ik geen zin heb om mijn haar
als ik zin heb om mijn haar te doen. In een staart of zo, als ik last van mijn haar heb. En dan ook nog mijn pufje, want ik heb heel veel spanningen altijd. En dan word ik heel erg benauwd, dus ik neem altijd mijn pufje mee. En ja, het is gewoon handig. Want als ik benauwd word door de spanning, krijg ik hoofdpijn en word ik heel erg ziek. En dat had ik toen op zo'n even meeloopdagen daar, kreeg ik dat dus ook. En toen dacht ik moet naar huis, maar het is maar nog een uurtje. En dat het uur duurt echt eeuwig. En toen moesten ze ook nog dus nog een half uur wachten op de foto's. Dus langer dan eigenlijk was. Dus dat was eigenlijk best wel stom. En ik was al zo ziek daardoor. En ik had niks bij, geen paracetamol, geen pufje, geen water of zo. Dus dat was wel heel dom. Dus ik neem nu echt alles mee voor het geval dat. En dan neem ik nog een wit shirt mee. We gaan de eerste dag gewoon... deze is wel iets te klein, maar dat boeit me niet. Het is gewoon een wit shirt, want we gaan de eerste dag... moet je dat gebruiken, want dan gaan ze allemaal dingen erop schrijven en zo. Daarom moet je dit, denk mee. Ik weet ook nog niet echt precies waarom je een wit shirt mee moet. Maar ik zie wel dat er een gele vlek op zit. Maar ja, je moet een oud shirt meenemen, dus dan krijg je ook een oud shirt. Deze zit dus nu ook in mijn tas. Misschien kan ik hier nu een aparte video over maken van wat ik de eerste dag meeneem. En dan, ja, dit haal ik er dan niet uit, maar dit laat ik dan ook nog zien in de video. Dus als je de volgende video ziet dat ik deze dingetjes heb uitgelegd, dan moet je gewoon verder spoelen. En dan tot ik laat zien wat ik de eerste dag in deze tas meeneem. Dus doe dat, want anders zie je dit twee keer dubbel. En dat is ook niet leuk. Maar ja, dan ga ik dat dus doen. Dus vond je deze video nou leuk? Like hem dan. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je dan. Tot de volgende video. Doei!